Nou, welkom bij weer een nieuwe video van Pax Winkel, waar we wat meer ingaan op de Veldberg Sam. Allereerst is dit een tas die al eigenlijk heel erg oud is. Als je hem vergelijkt met de oude versie, je kan het heel goed zien, we hebben hier staan, dan zie je inderdaad wel de verschillen met de oude versie. Maar het grootste verschil is namelijk de gebruik van de stof. De oude versie is gemaakt van een Pax plantstof en deze is gemaakt van een Pax tekstof. Dat scheelt ongeveer een halve kilo per tas, dus dat is best wel fors. Verder gaan we hem eventjes helemaal behandelen. De buitenkant, zeer opvallend met gele strepen en de bekende Pax driehoek. Het Pax logo ook nog eens een keertje met een reflecterende streep. Aan de zijkant hebben we een doorlopende reflecterende streep. En aan de achterkant ook nog eens een keertje het Pax logo. Dus aan alle kanten ben je goed zichtbaar. Ook nog eens een keertje op de schouderbanden. Daar zit ook nog eens een keertje reflectie. Schouderbanden zijn voorgevormd, zodat die echt heel mooi om je rug past. En om je schouders heen past, zodat er een heel aangename draagcomfort is. De bovenkant is uitgerust met een stevig handvat. En ook de zijkant heeft een stevig handvat, zodat je hem op allerlei verschillende manieren, dus zowel op je rug of gewoon zo mee, of inderdaad op deze manier, mee kan nemen. De schouderbanden kunnen ook nog eens een keertje weggestoken worden, op deze manier, dat ze hier in het flap zitten, zodat ze dus ook niet uitsteken als je hem gewoon met de hand draagt. De binnenkant van de tas, niks veranderd ten opzichte van de vroegere versies. Klittenband aan deze kant, zodat je er inderdaad ook binnentasjes op vast kan maken. En in de bodemgedeelte hebben we een schotindeling die op deze manier ook met klittenband is bevestigd, zodat je ook flexibel bent in je inrichting. Het is best wel een diepe tas, waar heel veel mogelijkheden zitten om dingen op te bergen. Aan de buitenkant zie je ook nog eens een keertje een rits die aan de zijkant toegang geeft tot een groot gedeelte aan de voorkant, zodat je ook documentatie en dat soort dingen mee kan nemen. Sommige mensen zeggen van ja, hoe groot is nou zo'n tas? Nou, zo'n tas is ongeveer, als je deze formaat kijkt, is ongeveer een A3'tje of eigenlijk twee keer A4. Als je dat zo eens op tafel legt en als je dan de hoogte wil nemen, dan kijk je naar je gemiddelde smartphone en dan zie je ongeveer dat die zo hoog is, zodat je een beetje een idee krijgt van hoe groot zo'n tas is. Uitgevoerd met stevige ritsen, mooie treksluitingen die ook niet kapot gaan, met een trekkracht van ongeveer zo'n 60 kilo, voordat ze dan breken en dat voorkomt dat je dan de rits kapot trekt. Een ideale tas, heel veel verkocht en dit is dus de Veldberg Sam in de nieuwe uitvoering van de Design 2019.